Jeroen Meefout, je bent nieuw bij Rijnsburgse Boys, in de winterstop overgekomen en je startte vandaag meteen in de basis. Was je blij verrast? Ja, absoluut. Ik kwam op de club en ik hield er wel rekening mee. Maar alsnog was ik blij verrast toen de trainer de opstelling bekend maakte. En achteraf gezien ben ik ook blij dat ik 90 minuten heb mogen spelen. En dat we vandaag hier 3-3 spelen, dat is aan de ene kant teleurstellend. Maar aan de andere kant scoren we nog in de laatste 5 minuten. En voor mij persoonlijk is het gewoon een goed debuut geweest. Ja, want vertel, hoe zijn de laatste maanden voor jou geweest? Heb je gevoetbald nog? Nou ja, goed. Ik ben dus een maand geleden teruggekomen uit Amerika. Daar heb ik universiteitsvoetbal gespeeld. En een maand geleden teruggekomen. En toen, ik heb een half jaar geleden de keuze gemaakt om weer op hoog niveau te gaan voetballen. En toen heb ik... Een van de clubs die ik aangeschreven had was Rijnsburgse Boys. Nou, die reageerde met interesse en toen heb ik hier gepraat. Nou ja, goed, heb ik hier de faciliteiten gezien en toen was ik eigenlijk al verkocht. En toen heb ik de keuze gemaakt om hier te komen voetballen een maandje geleden. En toen is het heel snel gegaan. Dus 3 tot 6 januari trainingskamp. En nu deze week 1 keer een reguliere trainingsweek. En gelijk in de basis. Hoe bevalt het? Ja, heel goed. Deze club is... Wat betreft faciliteiten, wat betreft staf, alles eromheen. En de groep op zich, het dichtste wat bij profvoetbal komt, wat mij betreft. En ik ben heel blij dat ik bij deze mooie club mag voetballen. Ik ben heel blij dat de jongens mij goed ontvangen hebben. En ik ben ook blij dat ik hier gewoon voor een volle tribune met fanatieke supporters mag spelen. Want dat is de reden dat ik ben teruggekomen. Ja, je speelt dan vandaag met 3-3 gelijk tegen GVVV. Ik kan me voorstellen dat het best dubbel is. Je hebt je debuut gemaakt, dus dat is voor jou sowieso al een mooie wedstrijd. Maar gezien het spelbeeld, 10 man, een paar keer achterkomen. Ben je dan blij met zo'n punt? Ik weet niet of we blij moeten zijn. Ik weet wel dat we niet teleurgesteld moeten zijn. En dat we ook niet in zak en as moeten gaan zitten. Want dat is helemaal niet op zijn plek. Op zijn plek is gewoon dat we hard moeten blijven werken. En dat het... Dat we organisatorisch wat beter staan en dan komen de overwinningen vanzelf. Want daar schort het nog een beetje aan, organisatorisch wat beter staan? Nou ja, ik weet niet. Ik vond het zelf een beetje een hectische wedstrijd. Ik weet niet hoe het vanaf de zijkant was, maar vandaar dat ik zeg organisatorisch. Het was gewoon een hele hectische wedstrijd. We komen na 5 minuten geloof ik al 1-0 achter en voordat je het weet staat het al 2-0. En dan met, zij hebben geloof ik de tweede helft misschien 2 keer op onze helft geweest en dan scoren ze 1 keer. Dus ja, dat is gewoon jammer. Geniet van het komende half jaar wat je hier gaat meemaken. Ja, dat gaat. Als dit een voorbode heeft voor de rest van het half jaar, dan gaat dat zeker lukken. Dankjewel. Top.